Helemaal goed. Hier bij Startup Fest heb ik mijn laatste gast voordat ik op het vliegtuig stap. Willem Jonker en hij is directeur van EIT. U kent natuurlijk allemaal MIT, maar u heeft nog nooit van EIT gehoord. Laat staan EIT Digital. Wat is EIT Digital? Wat Jonker? Ja, EIT Digital, hopelijk over 10 jaar net zo bekend als MIT. EIT Digital is een organisatie die startups support op het gebied van digitale technologie in Europa. We hebben een heel Europees netwerk, werken ook veel in Nederland. We zitten met name in Eindhoven, maar ook hier in Amsterdam, werken ook veel samen met Startup Fest en de mensen hier. En werken in andere steden in Europa, Berlijn, Londen, Helsinki, Stockholm, overal. Griekenland, overal. Griekenland, maar ja. Goed, er is dus een organisatie die heet EIT. Ja. Daarvan, dat is zeg maar, en waar staat dat voor? European Institute of Innovation and Technology. Oké, en daarvan is dus ook een gedeelte digital. En daar ben jij dan zeg maar de directeur van. En er zijn nog andere gedeeltes van dat EIT. Klopt, er is ook iets wat op het klimaatgebied actief is. Energie is een ander gebied. Mobiliteit, raw materials, dus grondstoffen. En ook health, waar Nederland ook sterk in vertegenwoordigd is. Oké, dus dat zijn 5 afdelingen. Het totale budget van het instituut? Dat is een kleine 3 miljard euro. Oké, en voor digital is dan hoeveel? Dat voor digital zal dat ongeveer vanaf nu tot de komende 7 jaar zo'n 400 miljoen euro zijn. Over 7 jaar, dus over 30 miljoen heb je te besteden. Wat is jouw rol in Europa? Want je hebt enerzijds een beetje geld, want 30 miljoen voor al die landen per jaar is nou niet direct veel. Maar dus wat moet jouw rol zijn? 400 gedeeld door 7 is ietsje meer dan 30 miljoen. En daar mobiliseren we ook nog een aantal bedrijven bij die eigenlijk die inzet nog eens een keer verdriedubbelen. Verdriedubbelen. Oké. Okay. Dus met al hebben we een investeringsbudget voor de komende 7 jaren van ruim 1 miljard euro. Nou, daar kun je redelijk wat mee doen. We zijn in 9 landen actief. En wat doen we daar nou mee? We doen niet alleen ondersteunen van start-ups, maar we doen ook opleidingen. Want skills, dat hebben we hier ook vaak gehoord, talent, heel erg belangrijk. Dus we hebben een opleidingsprogramma om talent bij te scholen, te scholen. En dat werk je samen met allemaal partners of gaat nou echt een Europees instituut? Want hoe oud is dat instituut? Dat instituut is, nou, we zijn ongeveer 6 jaar onderweg. Okay. Ja, we doen dat samen met partners. In Nederland doen de technische universiteiten mee, het CWI doet mee, maar ook Philips doet mee, TomTom doet mee, OC doet mee. In Duitsland doet Siemens mee, Deutsche Telekom doet mee, Nokia, dus je hebt nu nou, maar spelers. Ik heb dan altijd zo het gevoel, kan zoiets nou echt efficiënt zijn? Want het wordt er opgetuigd van bovenaf met een pot met geld. En iedereen wil daar dan zeg maar iets uithalen. En ik ken ongeveer het soort mensen dat daar actief in is. Hoe zorg je nou, jij zit daar middenin. Hoe zorg je nou van dat inderdaad echt dynamisch is. En dat echt helpt om de innovatie te stimuleren. Ja, de manier waarop je dat gaat doen is vooral bottom-up te werken. Ja? Dus je schept de randvoorwaarden. Maar de ideeën komen van bottom-up. Ja? Dus we hebben 200 start-ups die we ondersteunen. Ja, we hebben individuen die initiatieven nemen en naar ons toe brengen. En wij besluiten dan dat te ondersteunen. En de grote bedrijven, die spelen een rol. Maar die spelen een rol om dingen naar de markt te brengen. En om start-ups te ondersteunen. En wij verbinden de start-ups met de grote bedrijven. Dus dit is niet een subsidieprogramma voor de traditionele R&D. Nee, dit is echt individuele initiatieven opschalen en tot wasdom brengen. Maar jullie komen niet vanuit het luchtledige, zeg maar. Kom je vooral vanuit universiteiten, PhD-mensen, hoe heet dat ook alweer, dat onderzoek naar buiten brengen van de universiteit en daar start-ups aan koppelen? Of zit je overal in bepaalde industrieën? Dat is een gemixt, hè. Dus wat voor ons heel belangrijk is, dingen naar de markt brengen. Dus we kijken zeker naar resultaten die uit universiteiten komen, maar we ondersteunen geen onderzoek bijvoorbeeld. Hè? We pakken onderzoeksresultaten op en brengen die weg. En we werken dus met start-up communities samen, met clusters van start-ups. Bijvoorbeeld in Frankrijk hebben we 4 hele grote clusters aan ons gebonden. En in zo'n cluster werkt dan een hele club van midden- en kleinbedrijf, start-ups en dat soort dingen. Okay. Dus als ik op de website ga kijken van, wat is de website van jullie? Digital.com. .eu. Ja, natuurlijk. Nee, stomme vraag. Ja. En daar kan ik dan ook die lijst vinden van 200 start-ups die jullie ondersteunen? Ja, die lijst is daar te vinden. Dan moet je kijken naar EIT Digital Accelerator. En als je niet naar de website wil, maar even naar die kamer hiernaast, dan zie je er al 4. Ja, dus je bent inderdaad aanwezig. Waarom ben je hier? Ik ben hier om contacten te leggen, met mensen te praten. Het is natuurlijk altijd mooi dat grote voorbeelden hier op het toneel staan en de boodschap uitdragen. Maar ik ben hier omdat innovatie heel belangrijk is. Naast R&D is het ontzettend belangrijk om dingen naar de markt te brengen.
En ik wil dat graag ondersteunen vanuit onze organisatie. Nederland is voor mij een belangrijk land. Kijk, we zitten in Duitsland, we zitten in Frankrijk, Italië. Doen wij het als Nederland? We doen het als Nederland goed, want wij zijn brutaal. We gaan ervoor, dus ik denk dat dat een goede houding is. Kritische massa achter elkaar verzamelen zijn we niet altijd even goed in. Dus daarom ben ik heel blij dat dit hier gebeurt. 14 keer minder kapitaal in Europa wat er beschikbaar wordt gesteld als in Amerika. Ja, dat is natuurlijk... Kijk, wat zijn de twee grote zorgpunten in Europa waar wij ook aan werken? Eentje is fragmentatie van de markt. Nederland is maar een kleine markt, Duitsland is al een veel grotere. Maar de Europese markt is wel 500 miljoen, maar zeer gefragmenteerd. En een andere fragmentatie heb je in investeringen. Er is minder en het is ook enorm gefragmenteerd. Ja. Het gat, en daar zit eigenlijk op dit moment het marktfalen in Europa. Start-ups die echt in de vroege scale-up fase zijn. 5 tot 15 miljoen, hoe krijg je dat bij elkaar? Start-up, angel investment lukt meestal wel, opschalen lukt dan niet. En een enkeling komt boven het maaiveld uit en wordt dan opgepakt door de grote investeerders. En dan moet er gewoon veel meer boven het maaiveld uitkomen. Okay. IIT is dus 6 jaar bezig. Hoe lang ben jij hier al bezig met digital? Ik ben 6 jaar met IIT digital bezig. Dus okay. Vanaf het begin... Wat is er gebeurd in die 6 jaar? In die 6 jaar hebben we het aantal partners gegroeid van 30 naar 130. Nee, maar in de sfeer van Europa. Is Europa een klein beetje meer geïnteresseerd geraakt in dit gebeuren? Absoluut. Kijk, toen wij begonnen in 2010, toen had je dit soort dingen niet. Wat je nu ziet hier. Ja? Er was veel meer focus op het meer traditionele R&D. En het hele entrepreneurship, start-up, onderwijs heeft veel meer aandacht gekregen. En ja, wij dragen daar aan bij. Maar je ziet dat is ook een beetje de tijdsgeest. En wat dat betreft is het voor mij op dit moment, denk ik, voor start-ups en scale-ups een heel gunstig klimaat. Over 10 jaar weet iedereen wat IIT is. Willem Jonker, professor Willem Jonker van Enschede, geloof ik? Ja, absoluut. Enschede uit het oosten, die gaat daar hoogstpersoonlijk voor zorgen. Dankjewel.